Wat is toch dat illegale drankje met de naam Lean? Wat alle bekende artiesten lijken te drinken. Van Justin Bieber tot Juice WRLD, Lil Wayne of Lil Pump. Iedereen drinkt het. En van daar ging Justin went on to reveal that he started drinking Lean. The syrup is what the fuck I want to do. Don't do Lean. Don't do Lean. Please don't do Lean. Take a lot of drugs, don't think twice. Wow. I do this every day and all night. Oh. Ik spreek gebruikers, dealers. Ja, wat zeg je? Dat kan ik er niet zeggen, hè? Moet je aan de bel vragen? Dat is precies de politie aan de vraag nu, ja? Nee. En krijg zelfs de mogelijkheid om Lean zelf met mijn eigen ogen te bekijken. Zo. Zo, hé. Godverdorie. Ieder kind zou dit kunnen. Was die minderjarig? Maar je gaat er vandoor? Die kan je niet zo. Alles. Ongelooflijk. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag gaan we het hebben over een drankje. Interessant, hoop ik, denk ik. En waar heb ik het dan over? Nou, ik heb het over het drankje wat je zo'n beetje in elke grote videoclip ziet. Zo'n beetje elke artiest waar jij fan van bent, drinkt dit drankje. Maar hoe ziet die wereld er eigenlijk uit? En over welk drankje heb ik het dan eigenlijk? Ik heb het over het drankje waar Justin Bieber zelfs verslaafd aan is geraakt. Waar rapper Juice WRLD een van zijn allergrootste hits over heeft geschreven. En waar Lil Pump stoer mee staat te doen in zijn grootste videoclips. Ik heb het over het superbekende drankje Lean. Maar wat is dat drankje dan eigenlijk? Hoe kom je eraan en hoe ziet die wereld eruit? En komt het dan ook naar Nederland? En is dat goed of slecht? Vandaag een reportage over het welbekende drankje Lean. Lean is een drugs. Het is een vloeibaar paars drankje, bestaande uit codeïne en promethazine. Dat zijn medicijnen die soms worden voorgeschreven door de dokter. Codeïne is een sterke pijnstiller en promethazine is een geneesmiddel. Codeïne staat op de lijst van de opiumwet. En dit betekent onder andere dat bezit, maken, verkopen en vervoeren van Lean strafbaar is. Promethazine is niet strafbaar, maar dat mag je dan alleen weer verkrijgen van de dokter. Kort gezegd, het zijn twee stoffen gecombineerd die je beide niet zomaar in je bezit mag hebben. Lean wordt gemixt met frisdrank en daar word je dan weer ontspannend van. Je raakt in een soort roes en daarom gebruiken veel artiesten het ook. Het is ontspannend. Maar hoe ziet die wereld er dan uit? Online is het overal te vinden. Via illegale dealers en illegale betalingen, via allerlei verschillende manieren is het drankje gewoon te koop. Voor iedereen. Ik doe mij voor als een verkoper van Lean en probeer met dealers in contact te komen. Ik kom in contact met één leverancier van Lean. Die komt uit België. Ik besluit hem te bellen. Hey. Ja, hier moet ik. Hey, gozer. Hey, maar ja, hoe werkt het precies? Ja, kijk, je kunt de betaling doen via BTC, dan sturen we dat op. En dan heb je er morgen binnen in de middag, ondermiddag. Oké, en BTC, dat is bitcoins, toch? Ja, dat is juist. En waarom niet gewoon via een dikkie of zo? Ja, dat hebben we hier in België. Maar een rekening overmaken, omdat het, is dat niet veilig, bedoel je? Ja, maar nee, zo, kijk, wij doen de betaling, als we sturen op de post, doen wij de betaling via bitcoins of via BC, snap je, omdat dat veilig is. Ja, precies, en, omdat het niet mag. Ja, precies. Ja, of zo. We gaan niet iets legaals opsturen, snap je, daarmee. Dus dat is voor onze veiligheid en voor uw eigen veiligheid ook. Zo heb je dat oppakken aan de post, geen probleem, snap je? Ik begrijp je. Alright. En even kijken hoor. Hoe werkt het, zeg maar, als ik het binnen heb? Hoe moet ik het mixen en zo? Ah ja, je moet gewoon een flesje Sprite kopen en dan doe je een nipje erin. Wat voor je genoeg is, snap je? Sommige mensen zitten net op de helft, sommige op een kwart. En dan mix je niet met Sprite of Fanta of normaal. Wat je het lekker vindt. Hè. En ja, ik ben echt nieuw, zeg maar. Wat gevoel
krijg je dan als je dat drinkt? Ja, je wordt slow, zeg maar, heel slow. Het is hetzelfde gevoel dat je stoned wordt, maar dan ietsje erger, snap je? Je voelt het echt aan je lichaam. Oké, dus word je ook echt moe? Ja, niet moe zou ik niet zeggen, maar gewoon echt slow, ja. Ja, precies. En maar is het strafbaar eigenlijk? Ja, dat heb ik niet. Ja, je kunt gewoon zeggen dat het voor eigen gebruik is, hè, voor medicijnen. Mensen gebruiken dat als medicijn, snap je? Ja, ja. Dus zo strafbaar is dat niet, maar ja, je mag dat natuurlijk niet behandelen, snap je? Dat is wel strafbaar. En niet dat ik dat per se hoef te weten, hoor, maar hoe komen jullie er eigenlijk aan? Ja, dat is allemaal via dark web, man. Snap je? Ik kan dat gewoon bestellen. Dus, snap je? We hebben een vaste supply. En ja, ik vind het gewoon interessant. Verkoop je eigenlijk veel of ben ik dan een van de enigen die belt? Nee, ik verkoop wel veel. Ik heb heel veel klanten via Telegram gekregen. En hoeveel ongeveer per maand? Ja, wat zeg je? Dat kan ik je niet zeggen, hè? Moet jij nog heel veel? Dat is precies de politie aan de vragen nu, ja? Nee. Ik ben gewoon geïnteresseerd, weet je wel. Ja, nee, dat snap ik. Ja, het is voor mij ook nieuw. Zowel in Nederland als in België wordt lean dus makkelijk verkocht. Er zijn hele handelaren die specifiek lean verkopen. De pakketjes worden ook verstuurd vanuit België en Nederland. Ik vraag dan een gebruiker van lean zijn volgende bestelling aan mij te geven om deze reportage te maken. En zo krijg ik met alle gemak een flesje lean in handen. Ja, en zo krijg je opeens lean in handen. Voor deze video gebruiken we het even. Uiteraard gaan we het niet echt gebruiken, maar heb ik het even te leen van een gebruiker die dit wel vaak gebruikt. Het is een klein flesje, het is paars van kleur en hier zitten dus die twee stoffen in. Promethazine en codeïne. En daar raak je van in een roes. Het is eigenlijk een soort hoestdrank. En ja, daar zitten allerlei stoffen in die je dus eigenlijk niet moet gebruiken. Ho, stop! Deze video's maken kost enorm veel tijd en daarom wil ik je vragen als je het leuk vindt om te abonneren op mijn kanaal. Help jij mij naar de 60.000 abonnees? Druk nu op de abonneerknop en op het duimpje omhoog. En ik heb een leuke actie. Iedereen die mij op Instagram een screenshot stuurt dat je geabonneerd bent, ga ik terugvolgen op Instagram. Zo zie ik ook wat mijn kijkers allemaal doen. Superleuk! Stuur dus nu een bewijsje naar mijn Instagram en ik ga jou terugvolgen. En wil je ons onderzoeken steunen door een kleine donatie te doen? Dat kan en helpt ons enorm. Check dan de link in de beschrijving. En nu door met de video. En die je ook niet mag gebruiken. Zo. Zo hé. Oh, het stinkt wel. Ja, dit is niks voor mij. Zo. Het ruikt ontzettend chemisch. Maar ja, wat had je dan verwacht? Op zich ben ik wel weer benieuwd naar wat het dan doet en of het dan echt zo schadelijk is als men zegt. Ja, gebruiken doen we natuurlijk niet. Deze gaat gewoon weer terug. Maar fascinerend is het wel. En dit is dus dat ene drankje waar al die artiesten helemaal verslaafd aan raken. Het schijnt ook best wel verslavend dus te zijn, snel. En het schijnt dus ook best wel gevaarlijk te zijn, omdat als je er te veel van gebruikt, is het echt super schadelijk. Die twee stoffen die hierin zitten, en daarom mag het dus ook niet, dat is niet zomaar wat. Ja, het fascinerende vind ik aan dit soort dingen altijd, dat er dus ergens op de wereld mensen zijn die de hele dag dit soort flesjes aan het vullen zijn. Er zijn gewoon mensen die als baan hebben om deze flesjes te vullen. Redelijk bizar. Het drankje wat Justin Bieber, Juice WRLD, Lil Pump. Je ziet het in eigenlijk elke rapclip voorbij komen. Het drankje lean. Ik kom in contact met meerdere personen die lean gebruiken of gebruikt hebben. Zo ook deze jonge dame. Ik was op een feestje en een vriend van mij die had het meegenomen. En die had het in een fles gedaan met Sprite. En hij zei tegen mij van ja, ik heb echt een lekker drankje meegenomen van het huis. Moet je eens proberen. En het smaakt op zich best lekker, dus ik heb er best wel een aantal slokken van gehad. Daarvoor had ik zelf ook al een paar drankjes op. Nou, dat ging denk ik een uurtje goed. Toen kreeg ik echt een totale blackout, waarvan ik gewoon niet meer wist wat ik eigenlijk aan het doen was.
Toen ben ik op een gegeven moment naar bed gegaan. En dat is ook eigenlijk het enige wat ik nog weet. Ja, verder kan ik me er niks meer van herinneren. En het is echt zo kut troep. Het is echt niet normaal. Ik raak steeds dieper en dieper verzeild in de wereld van Lean. Na maandenlang in dit wereldje rond te vragen en rond te kijken, leer ik verschillende dealers kennen. Het zijn er veel. Heel veel. Zelfs te veel. Want als ik elke Lean-verkoper die er is in Nederland en België zou moeten interviewen voor dit item, dan zou deze video uren duren. Zo spreek ik een dealer die een eigen handel heeft opgezet in Lean. Het was toen de tijd natuurlijk heel populair in Amerika en hier kon je het niet krijgen en iedereen wou het doen. En een maatje van mij, die is best wel handig met computers, dus die kon via internet, via zo'n zwarte site, zo'n black market, kon hij dat krijgen. Dus hij bestelde dat altijd en ik verkocht het dan door. En ja, wat je er dan aan verdient, ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar het gaat sowieso, elk flesje gaat over de kop, dus... Zo'n liter kon je in totaal verkopen. Ja, ligt eraan. Als iemand één flesje van 100 milliliter nam, dan kon je dat verkopen voor 50 euro. Ja, dus 50, dat is 500 euro voor een liter fles. Totaal, zeg maar. Maar er zijn gasten, die zijn wel groot hierin hoor. Want ik heb zelf één keertje, toevallig, had ik bij een andere jongen gekocht. Die jongen komt uit Rotterdam. En hij reed gewoon een mooie auto ervan. Ook spreek ik nog een handelaar. Hij weet alles van het wereldje en verdient veel geld met de verkoop van Lean. Ik verkocht Lean voornamelijk omdat ik ook in andere medicatie handelde. Heel veel mensen zagen andere mensen op internet Lean zippen, dus andere mensen wilden weer heel graag Lean. Dus zodoende is de vraag langzamer groter geworden in Nederland naar Lean. Waardoor ik en een paar andere mensen dus dat gat van de markt hebben gevuld. Ik had via een vriend in Spanje, die had daar connecties met een apotheker. En dat was best wel een corrupte apotheker. Net zoals je die hebt in bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland of Italië of Zwitserland. Dat zijn voornamelijk, of Groot-Brittannië, dat zijn de landen die voornamelijk Lean... verkopen. En een fles uit Spanje, uit de apotheek, was toen 6 euro of zo. 6 euro voor een fles. Er zit 250 milliliter in. En dan verkocht ik die door tussen de 70 en de 120 euro. En dat ligt er maar net aan wie het verkoopt. Dus meestal aan de jongere mensen kun je het wel weer voor veel hoger pushen. Dus verkopen dan aan de ouderen die wat langer sippen. Of mensen die wel verstand van Lean hebben, weet je wel. Dus je kunt met dat wereldje kun je wel echt makkelijk mensen gewoon voor de gek houden. Dus elke dag iemand die een fles Lean wil, weet je wel. Dus je verdient echt gewoon een goed salaris, zeg maar. Een extra goed salaris, dat zeker. Bijvoorbeeld, ik heb verhalen van mensen gehoord die Lean uit Italië hebben gehaald. Geloof ik, en dan verkochten ze gewoon het flesje voor 30 keer de prijs. Dus gewoon een flesje voor 200 euro en er zit een 100 milliliter bewijzen van in. Weet je wel, dus zo bizar is dat. En het is wel langzamer groter en groter en groter. Bijvoorbeeld, je hebt nu ook Instagram-accounts waar mensen een hele Lean stash filmen, weet je wel. Maar ik zou dus haast wel zeggen dat het wel een echte scene is. De scene die er is, zijn wel echt diehards. En dan heb je ook nog de mensen die gewoon bij komen kijken. En dat zijn dan de mensen die trendsippen. Dus die kopen of drinken Lean alleen maar omdat hun favoriete rapper het doet. En dat zijn dus ook weer de mensen die heel veel geld neerleggen voor een fles Lean. Het kopen is uiterst simpel en makkelijk. En dus vroeg ik een expert op het gebied van drugs naar Lean. Wat vind jij eigenlijk als ik zeg Lean? Laat ik het zo stellen, Sven. Ik zit al zo'n 25 jaar in het werk. En om de zoveel jaren krijgen van die middelen, die komen dan op de proppen die ineens heel veel in media worden belichaamd. Hortensia's roken is zo'n ding. Ik had die hortensia's die uit je tuin die kun je roken.
wodka slimmen. Dat is anaal inbrengen van een tampon die gedrenkt is in wodka en waar ook effect van zou zijn te verwachten. Tenminste, dat zeggen mensen. En met lean hebben we dat ook wel een beetje. Is zo'n middel, ja, wat komt en gaat. En wij volgen eigenlijk wel die markt in nieuwe drugs heel erg. En lean zien we al jaren 5, 6 horen we daarover. Het is altijd koffiedik kijken met dit soort middelen, van of het groot gaat worden of niet en of we niet de boot missen en of we niet de verkeerde kant op kijken enzovoort. Hetzelfde zien we met andere stoffen zoals methamfetamine, crystal meth. Maar bij dit drankje ook, het is wel iets wat je moet er wel het een en ander voor doen om het te gebruiken. En ook de politiek vroeg ik ernaar. Zo sprak ik Tweede Kamerlid Anne Kuik over lean. Kijk, dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Dit zou op recept verkrijgbaar moeten zijn, hè, bij een apotheek. En wat je in Amerika ziet, is dat het een rage is onder jongeren om dat als drug tot je te nemen. Dat zie ik in Nederland nog niet, gelukkig. Hoop ook dat dat niet zo ver komt. In Brabant zijn er wel signalen dat jongeren ermee experimenteren. En dat is wel gevaarlijk. Het is geen onschuldig middel. Maar helemaal omdat het gaat om twee stoffen in lean. Codeïne, wat we kennen ook als pijnstiller, maar wat ook wel verslavend kan zijn. En een moeilijk woord, dat was volgens mij prometacine. Ja. Dat is een andere stof erin. Als je die mixt, dan kan dat best gevaarlijk zijn. In Amerika zijn er ook gevallen dat jongeren zijn overleden omdat ze een overdosis hebben genomen. En dat is natuurlijk met zo'n drankje van ik mix het even lekker met een frisdrank. Is dat heel, heel lastig in te schatten, hoeveel neem je dan tot je? Nou, sowieso niet doen, maar het is dus ook heel gevaarlijk omdat het heel lastig in te schatten is wat je nou precies binnenkrijgt. Nou, ik vind het wel iets waar we gewoon echt scherp op moeten zijn. Dus ook de signalen moeten we in de gaten houden. Dus ouders, help ons als je het ziet. Dus wees alert. Maar ook van de politie verwachten wij natuurlijk signalen als dat aan de gang is. We hebben het met lachgas gezien, dat in één keer een enorme rage werd. Maar het verschil hier wel is dat lachgas nu nog steeds legaal is. Dat zou niet moeten, dat vindt eigenlijk iedereen, maar dat is nog niet geregeld. Dat moet op de lijst dat het verboden is, een verboden middel is. Maar dat is dit wel. Dit is een verboden middel. Dus ik hoop toch ook dat daar ook wel een signaal van uitgaat, ook naar jongeren zelf. Jongens, dit is niet een onschuldig iets. Dus lachgas ook niet. Daar gaan we wat aan doen. Maar dit is niet een onschuldig iets om te gebruiken. Kort gezegd, lean lijkt in opkomst. De dealers verdienen er veel geld mee. En de vraag is dus of wij het wel zien. De verkopers lijken namelijk als paddenstoelen uit de grond te komen. En dus vraag ik me af of we wel scherp zijn op het middel. Ik vind dat we het in ieder geval goed in de gaten moeten houden. Omdat we anders rondom dit middel weer achter de feiten aanlopen. Wat denk jij? Laat het hieronder weten. Ja, het is een wat kortere video en misschien niet een undercover groot onderzoek, maar toch wilde ik deze video wel maken. Omdat het een interessant fenomeen is wat komt overwaaien uit Amerika. En is dat goed of slecht? Doe in ieder geval een beetje voorzichtig met wat je uitprobeert, als je het dan toch al uit gaat proberen. Ik raad het af. Vond je deze video's nou super interessant? Dan zou ik je willen vragen om te abonneren. Doe dat vooral, we werken hard aan undercover onderzoeken, maar dat kost wel even tijd, dus heb een beetje geduld. In ieder geval bedankt voor het kijken, doe een duimpje omhoog en laat vooral hieronder even weten wat jij van deze video vond. En wat vind je van lean? Wel of niet? Goed of slecht? Laat het allemaal vooral weten en ga vooral met elkaar in discussie, maar hou het netjes. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende reportage. Doei!